Hallo Bonkies en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag Tarkov voor jullie spelen. Ik heb het nog niet eerder gedaan op YouTube en ik heb iets nieuws gedaan. Ik ga het offline doen. Difficulty gaan we even op easy zetten. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen doen. EU gaan we op horde zetten en dan zeg ik next. En dan gaan we eens even kijken hoeveel mensen we kunnen slachten in één rondje. Het is gewoon even om te blijven oefenen met Tarkov, zodat ik een beetje de mechanics blijf onthouden. Ik heb ook de settings aangepast, dus heel misschien is het zo dat ik dadelijk één grote glitchbug heb. Ik heb net ook Forza gedownload, maar ik kan nu toch even iets meer zin in Tarkov. Ook omdat ik daar nog weg moet. Ik heb mijn telefoon vandaag ingeleverd, helaas weer, want hij was weer kapot. Maar goed, ik heb zo te zien wel mijn eigen telefoon, mijn oude, waar ik allemaal telefoonnummers en zo kwijt ben. En alle media en zo. Eigenlijk alles wat ik vanaf 2020 heb, ben ik weer kwijt. Kijk aan, we gaan beginnen. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Eens kijken. Ik verwacht lag, ik verwacht veel lag. Er zijn heel veel mensen, dus ik ga meteen even kijken. Oh, de sensitivity heb ik hoog gezet. Domes VX Crossroads. We gaan dus even deze kant op. Ik merk wat lag. Oh, er wordt geschoten. Ik heb mijn Philips Hue aanstaan, dus het flits ook heel erg als er geschoten wordt. Mijn hele game hangt vast. Ik heb hem nu op single fire gezet, ik hoor dat hier gevochten wordt. Even kijken of ik me ergens mee kan bemoeien. Het gaat me ook om puur nu dat je zo'n beetje mensen killen. Het gaat me niet om kwaliteit gameplay of looten ofzo, want ja, je houdt het toch niet. Daar is iemand. Oh, de hele game. Alles lag. Jezus, wat een lag. Ik hoor nog iemand. Oh, de lag doet me pijn. Deze mag is bijna leeg. Ik kan hem wel looten, maar het is echt zo dat de game even een beetje meer laden voordat ik van die lag af ben. Ik heb ook een andere map dan normaal, dat valt me nu pas op. Oh nee, ik zit gewoon nu van de andere kant. Oh, ik zie iemand. Fucking hell, waarom lekt de game zo hard? Overal is gezeik. En mijn game is maar aan het laggen. Het kan zijn dat ik duizend dingen download ben op de achtergrond, dat dat de reden is. Ook overal mensen rennen en ik word echt helemaal stokdoof van het geluid. Eens kijken. Daarachter staat eentje. Die is nu neer. Ja, ik ga gewoon kijken. Ik hoor je ook ergens eentje rennen om me heen. Ik wil echt van alle kanten schoten komen, maar
Ik is omdat ik Scaffold heb aangezet. Ze zijn nu ook allemaal met elkaar aan het vechten. Plef dat ze mijn team zijn of mee. Ik ren naar de gezelligheid rennen. Alleen ik weet zeker dat ik dan doodga. Omdat ik, zullen we zeggen, 2 frames per seconde heb. Bucket, we gaan gewoon kijken of het hier te doen is. Misschien overleven met, en anders is het jammer. Oh, de lek jongens. We gaan helemaal dood van de lek dadelijk. De vlek op de auto. Achter mij is een hele bucket aan gezelligheid. De game lijkt veel te hard op deze settings. Dit is niet fijn, dit is niet fijn. Ik ga de settings denk ik terugzetten naar wat het was, want dit heeft geen zin. Maar ja goed, we kunnen het gewoon nog eens proberen denk ik, hè, als de game niet altijd vasthangt. Ik stop.